allemaal. Welkom bij het webinar in het kader van informatiebeveiliging. Mijn naam is Joste Dammen en namens het SIP heet ik jullie van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over een stukje awareness, hè? Informatieveilig gedrag, een belangrijk thema in dit geheel. Daarom hebben we gevraagd of Koen van Nistelrooy ons mee wil nemen in wat betekent dat nou eigenlijk? En de pakkende titel is 2023 vraagt om een volwassen awareness-strategie. Zijn we daar klaar voor? Nou, dat is dus best een spannende in deze. Maar goed, daar gaat Koen straks het een en ander over vertellen. Koen van Nistelrooy is van Brooklyn Partners. En ja, die heeft echt de meest briljante functie die ik ooit heb gezien op het internet. Oftewel Cybersecurity Culture Evangelist. Nou, ik ben heel benieuwd wat hij daar zelf over te melden heeft. Zo kwam ik hem tegen op internet, maar het is natuurlijk wel heel interessant, met name vanuit het sociale aspect, hoe gaan we om met informatiebeveiliging, want dat is natuurlijk de kern van de boodschap van vandaag. Het gaat dus met name om, hoe stimuleer je nou informatieveilige gedrag? Hoe kan je dat effectief meten? Waarom is het belangrijk? En wat voor strategie kan je eronder leggen? Dat is eigenlijk de kern van vandaag. Dus ik ga jullie ook graag het woord geven aan, ik ga het graag het woord geven aan Koen. Volgens mij eerst hartelijk dank dat wij of dat ik hier vandaag natuurlijk mag spreken. Voor alle collega's en iedereen in het werkveld en Josta en Daf natuurlijk extra bedankt voor de uitnodiging. We gaan het hebben over de awareness-strategie, de toekomst en een volwassen awareness-strategie. Daar kunnen we natuurlijk heel veel over kwijt. Ik ga proberen in een half uurtje ongeveer te doen. Ik zal me eerst daarbij even voorstellen. Want inderdaad, op mijn LinkedIn staat Security Culture Evangelist. Wij mogen het evangelie prediken. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat organisaties die echt het evangelie qua awareness nodig hebben, zijn vaak niet onze klanten. Onze klanten die zijn vaak al wat verder. Dat zijn al organisaties die hier al best wel over nagedacht hebben. En die denken, what's next? Wat gebeurt hierna eigenlijk? En daar ben ik erg passievol en daar mag ik over vertellen. Van huis uit ben ik verder een social ethical hacker. Dus ik ben opgeleid en getraind en doe dit ook regelmatig als social ethical hacker. Dus ik mag mensen verleiden A te doen, terwijl we eigenlijk B hebben afgesproken. Inlooptesten, phishing, voice phishing, noem het allemaal maar op. En die kennis nemen we daarna natuurlijk weer mee in de programma's die ik ook begeleid. En wij begeleiden vanuit Brooklyn Partners eigenlijk alleen maar awareness programma's. Ik zal daar nog heel kort iets vertellen over Brooklyn Partners. Nou, wil je iets specifieks leren, weten, gebruik dan alsjeblieft gerust de vraagbalk die erbij zit. Mocht je 1-op-1 vragen hebben, dan ben ik inderdaad straks ook in de backstage. Maar je mag me ook altijd toevoegen op LinkedIn. Heel kort over Brooklyn Partners. Wij zijn een club en we doen alleen maar gedrag en cultuurverandering op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Dus bij ons geen DPA's, geen strategie-sessies voor de IoT-devices, waar Frans Hut natuurlijk over een paar weken iets fantastisch over gaat vertellen. Maar wel alles rondom awareness en gedragsverandering. Wij noemen dat vergroot je digitale intuïtie. Dat lijkt wat breder, maar dat gaat eigenlijk over een wereld waarin iedereen zelfverzekerd gebruik kan maken van technologie. En we gaan steeds meer gebruik maken van technologie. Nou, als laatste wil ik nog heel kort benoemen. We zijn natuurlijk een bedrijf, een organisatie, maar wij doen ook heel veel toffe gratis co-creaties. En die ontwikkelen we vaak met jullie, dus met CISO's en privacy officers. En eentje daarvan ga ik daar ook nog wat nadruk op leggen. Dat is onder andere de barometer die jullie als meetinstrument ook in kunnen zetten. Maar mocht je nou denken, hey, ik ben eigenlijk wel op zoek naar wat anders. Bijvoorbeeld nog voor de security maand, dan kijk je gerust ook snuffel op onze website. Want er staan een heel aantal toffe co-creaties die samen met de branche gemaakt zijn die je gratis in kan zetten. Waar staat Brooklyn Partners nou voor? Want ja, er zijn natuurlijk meerdere awareness-bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Wij hebben drie pilaren. We zijn heel erg betrokken. We zijn super gedreven. En we proberen het altijd ook wat prikkelend en net even een tikje anders te brengen dan onze collega's. Dat is zowel voor de eindgebruiker als voor de security officers en waar we mee samenwerken in de programma's. Nou, waar werken wij dan veel voor? We doen heel veel voor lokale overheden. Een heel aantal grote en hele kleine gemeentes begeleiden wij in gedrag- en cultuurveranderingstrajecten. En daarnaast zijn we heel actief in de financiële sector. En dan moet je denken aan de grote banken, pensioenfondsen, verzekeraars. Maar hoe doen wij dat nou eigenlijk dan? Nou ja, wij geloven en staan echt bij deze quote. Hè. Ik kan het je proberen te vertellen, maar dan uiteindelijk zullen de collega's het vergeten. Ik kan het je proberen te leren, en dan hoop ik op zijn meest gunstig dat je het onthoudt.
Maar uiteindelijk gaat het om betrekken. En het betrekken van collega's, zodat ze uiteindelijk leren. En leren welk gedrag hoort er nou bij. En welke cultuur. Wat wordt nou van mij verwacht? En hoe kan ik mijn collega nou aanspreken? Hoe kan ik mijn leidinggevende aanspreken die zijn kantoor verlaat en zijn computer niet doet? En dat betrekken, daar valt en staat het wat ons betreft helemaal bij. Nou, dan is dit natuurlijk het traditionele moment dat een organisatie zegt, nou, dan hebben we een heel aantal super toffe interventies. En dan zou ik je een filmpje kunnen laten zien van een escape room doen die we voor de gemeente Rotterdam doen. Of ik zou je een filmpje kunnen laten zien van onze nieuwe Serious Team game die helemaal gaat over ransomware, waarbij je echt moet onderhandelen met hackers om je data terug te krijgen. Ik zou je ook een aftermovie kunnen laten zien van een inlooptest en hoe wij een inlooptest zien en hoe we dat als awareness instrument daarna inzetten terug in de organisatie, volledig anoniem. Ik zou je natuurlijk ook een hele toffe video kunnen laten zien van hoe wij collega's echt trainen dan ook om zelf social engineer te worden. En dat ze echt inbound moeten gaan bellen naar hun eigen HR-collega's om data los te krijgen. Ik zou je ook een fantastisch filmpje kunnen laten zien over een interventie waarbij we met ambassadeurs aan de slag gaan die we gamified allemaal hele toffe challenges geven, waardoor je uiteindelijk cultuur kan borgen. Maar wat mij betreft is dit dus precies de verkeerde aanpak. Want dit is de vraag die wij super vaak krijgen. Hey Koen, hebben jullie nog wat leuks? Hebben jullie nog een aansprekende interventie? En nou ja, wat mij betreft is dat zeker vandaag de verkeerde vraag. Want, en dat ga ik je dadelijk uitleggen aan de hand van het proces. Hoe je nou wel tot een volwassen awareness-strategie komt. En ja, daar passen al die toffe interventies in. Maar dat is niet de eerste vraag die je zou moeten stellen. En die waar jullie vandaag wat mij betreft ook mee aan de slag gaan. Wat wil ik wel met jullie doen? Ik wil het kort hebben over volwassen awareness-programma's. Nou, daar heeft SANS een fantastisch model voor. Heel even kort herhalen voor de mensen die daar niet mee bekend zijn. En dan wil ik vooral door naar de praktijk. Want hoe doen we dat nou eigenlijk vaak? En hoe komen wij dat nou vaak tegen? Hoe mensen kijken naar een awareness-strategie? Nou ja, dan wil ik je meegeven hoe wij daarnaar kijken vanuit onze methodologie. We hebben er een bepaalde aanpak voor en daar wil ik graag jullie wat door dat proces meehelpen. Dus het hele gedachteproces, hoe je uiteindelijk tot zo'n 2023 succesvolle aanpak komt. En daarna wil ik je een aantal templates laten zien die je ook daar concreet kan gebruiken om daarmee aan de slag te gaan zelf. Nou, uiteraard hoort er een component van meten in. Daar wil ik een voorbeeld van laten zien. En dan heb ik een aantal conclusies. Ik zie dat Maurice ondertussen een goede statement maakt. En daar kan ik het absoluut mee leven. Ik zie de vraag nog niet helemaal, maar ik geloof zeker dat psychologie daar een hele bak in zit. Awareness als maturity model. Hè? En een hoger volwassenheidsniveau. Want dat is uiteindelijk waar we met z'n allen naar streven. Nou, dan is onze ervaring dat, dat eigenlijk de meeste organisaties, zeker als je de theorie daaronder leest, die zitten toch helaas nog vaak tussen compliance-focused en promoting awareness. Dus die beginnen eigenlijk met gedrag. Want in die promoting awareness behavior change, volgens dit model, volgens dit maturity model van SANS, moet je dan al nagedacht hebben bijvoorbeeld over verschillende doelgroepen. Wat bied je die aan? Het moet al een programma zijn wat langer loopt. Nou, als je dan daarna doorgaat naar de volgende stap, en dat is waar ik nu vandaag met jullie vooral op wil focussen, want ik denk dat de meesten die hier zitten al best wel een snotje hebben dat het niet alleen maar gaat om de vink in die box, en dat het ook gaat om het gedrag proberen te veranderen, maar what's next? Hè? Wat kan ik nou al meenemen voor volgend jaar? Nou, daar wil ik het graag vandaag met jullie over gaan hebben. En de basis is meerjarig denken. He, dus meer en jarig nadenken over gedrag en cultuur. En dus dat betekent dat je dat qua processen geborgd moet hebben, dat je ook structurele middelen moet hebben. En we komen nogal regelmatig tegen de organisatie zegt, ja, ik heb ongeveer dit te besteden, intern en extern, aan FTE's. Maar heb je dat ook echt geborgd, zodat je een partij daar kan bij helpen? Want wij merken dat het helemaal niet lekker werkt als je los interventie moet doen. Want als je gedrag en cultuur veranderen, ja, dat doen we helaas niet op donderdagmiddag om 12:15. Dat is een langdurig traject. Nou, hoe pak je dan zo'n programma aan? Want je kan dat gedrag van die collega's ook niet in een jaar allemaal veranderen. Dus hoe kijk je daar nou aan? Nou, daar gaan we het dadelijk over hebben. Dat betekent ook dat je leiderschapssupport moet hebben. En mijn vraag aan jullie ook was, hoeveel van jullie managers zullen zeggen, ja, informatiebeveiliging en privacy, gedragsverandering of awareness. Nou, dat mag in mijn top 10 lijstje naast alle andere dingen die ik moet doen als medewerker van burgers, als leidinggevende bij burgerstaken, noem maar een dwarsstraat. En hoe echt is het ook echt geborgd? En dan heb ik het dus over het MT, maar zeker ook het middelmanagement. In hoeverre staan die achter het programma en hoe belangrijk vinden zij dat? En hoeverre kunnen ze dat uitdragen? Supporten zij ambassadeurs in hun team? Of zeggen ze, hey, daar hebben we geen tijd voor aan het werk? Nou, dan gaat het over de jaarlijkse review. P
PDCA ga ik dadelijk wat meer over vertellen. En dat betekent ook dus dat je naast gedrag ook gaat kijken naar cultuur en houding. En nou ja, dan hebben we het over allemaal middelen die je daarbij in kan zetten. En het laatste niveau die we hierbij zien, is het meetbaar maken van dit effectiviteit van het programma. En daar gaan we het ook nog even over hebben. PDCA. Mooie woorden. Mijn ervaring is dat in de praktijk nauwelijks wordt toegepast. Zeker als we het hebben over de OM-strategie. En ik weet dat dat wat hard klinkt. En ik ben ervan overtuigd dat jullie bij de NCA-coördinator, dat jullie dat daar allemaal fantastisch hebben opgeschreven. En die auditor die zal daar vast ook wel naar gekeken hebben. Maar mijn praktijk die ik vaak tegenkom, is deze. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie dat herkennen of niet. We kiezen aan het einde van het jaar een aantal nieuwe thema's. Hè. We zijn zo september nu en we moeten naar het plan van volgend jaar. Nou ja, welke thema's? Nou, dan kijken we naar alle rapportages die er voorbij zijn gekomen. En dan kiezen we, nou, dit jaar gaan we voor ransomware. Of we gaan dit jaar voor MFA. Of we gaan voor phishing. Dus we kiezen een aantal nieuwe thema's. Nou, dan zoeken we intern, dan wel extern. Bekijken we, oh, wat was vorig jaar ook weer leuk? Wat vonden mensen leuk om te doen? Nou, die pakken we er dan en zeggen, nou, zo eentje willen we er vorig jaar ook, komend jaar ook weer hebben. We stoffen de e-learning af. En we zeggen, nou, welke twee of vijf intranetposts gaan we doen? Nou, en daar zeg ik altijd bij, als je iets echt heel erg geheim wil houden, moet je het op intranet plaatsen. En dan is mijn ervaring namelijk dat, als je geluk hebt tussen de 5% en 10% van de alles wat op intranet geplaatst wordt, wordt gelezen. Nou ja, dat zijn in de eerste plaats je eigen collega's naast je. Nou ja, dus de vraag is ook even, hoe effectief is alles wat we doen? En dan zijn we aan het einde van het jaar en dan zijn we best wel verbaasd, hè, dat dat gedrag, laat staan, die cultuur niet echt veranderd is. Zijn we ook een beetje onwetend, om eerlijk te zijn, omdat we eigenlijk niet echt kunnen onderbouwen. En het MT die draait zich om naar ons en zegt, nou Koen, we hebben zoveel geld uitgegeven. Waarom moeten we volgend jaar nou meer tijd en middelen daarvoor besteden? Hè? Maar dat hebben we op basis van het eerste plan vaak gedaan. Of dan op zijn best kunnen we benoemen, nou, zoveel, onze e-learning is zo vaak gevolgd en onze intranetposts zijn zo vaak gelezen. En dan uiteindelijk zit er zelfs ook een stukje frustratie achter. Want ja, die e-learning die we hadden, die wilde eigenlijk niemand echt doen. Die vond niemand echt heel erg leuk. We hebben wel heel veel rapportages naar leidinggevenden gestuurd, in de hoop dat zij dat in hun team zouden laten landen. En dan spelen we een beetje met de gedachte, zullen we hem dan maar verplichten in de hoop dat we wel die deelname omhoog krijgen. Ik zie één iemand die zegt, ja, dat herken ik. Ik overdrijf het. Hè. Nogmaals, er zullen een heel aantal van jullie zijn die al heel veel verder zijn dan dit. Maar toch is dit ook wel vaak wat ik hoor. En dan krijgen wij dus de vraag, Koen, wat voor leuke interventie heb jij, zodat we dat kunnen vullen. Nou, wat hebben wij gedaan is, die PDCA-cyclus die is in essentie best wel goed. Hè. Dus die forceert je om na te denken, hè, waar staan we nou en waar zijn we nou mee bezig? Wat wij gedaan hebben is, we hebben al die pilaren uitgewerkt. En dat doen wij voor onze klanten waar we zowel awareness-strategie voor noemen. Ja, denk aan de gemeente Rotterdam, die komt langs en die zegt, Koen begeleidt ons in zo'n traject. Maar dat is ook voor alle klanten waar wij een integrale aanpak noemen, waarbij we eigenlijk het hele programma draaien. En dat start natuurlijk altijd met, waar sta je nu? En dan daarna gaan we door naar welke doelen, waar willen we heen? En dan pas komt de strategie, hoe komen we daar? En daar zit een hele lijst met interventies achter. Nou, ik ga nu even deze pilaren, eigenlijk even doorlopen. Met welke vragen kan je jezelf in je eigen team nou stellen, zodat je uiteindelijk wel tot die strategie komt, die stevig staat, die geborgd is en die uiteindelijk verder gaat helpen naar de toekomst. Uiteraard kunnen we natuurlijk daarna door naar de tactiek. Hè? Dus dat is welke leveranciers, welke partijen, welke interne resources hebben we nodig. Welke tools gebruiken en daarna gaan we het uitvoeren en de controls. Die twee laat ik voor nu even achterwege. Want als we beginnen met die strategie, waar staan we nu? Nou ja, dan, het interessante is dat we dan vaak, de meeste organisaties, heel snel kijken naar waar staan we nu qua awareness. Maar het is eigenlijk veel interessanter om even een stapje terug te zetten. Te bedenken, waar staan we nu qua organisatie? En om daar een voorbeeld bij te geven, welke doelen hebben we, maar ook welke beperkingen hebben we. Een voorbeeld, een van onze opdrachtgevers, dat is een gemeente en die gaat op dit moment door een fusie. Dus daar gaan een aantal gemeentes worden samengevoegd. Dat zegt best wel veel over waar die organisatie mee bezig is. Die zijn eigenlijk op dit moment door een cultuurclash aan het gaan, want die zijn een heel aantal mensen die moeten gaan samenwerken, krijgen nieuwe processen, een nieuwe manier van werken. En dat zegt nogal veel over wat we daarna moeten gaan communiceren. Dan zou je kunnen zeggen, nou weet je, als awareness team doen we een stapje terug, want we laten dat eerst gebeuren en dan gaan we aan de slag. Maar uiteindelijk betekent dat ook dat de drie teams op een nieuwe manier datalekken moeten gaan melden. Of kunnen gaan melden.
op een nieuwe manier phishing wel of niet kunnen melden. Moeten ze dat weggooien of moeten ze dat melden? Kortom, er zit heel veel klein gedrag in wat we eigenlijk zo snel mogelijk daar willen hebben. En het fantastische in dit geval is dat je zou natuurlijk die hele fusie en die transitie, die cultuuromslag, vast kunnen pakken als awareness team om daar juist die programma aan op te hangen. En dan ja, je moet de organisatie niet overladen, want ze zijn heel druk. Maar dan dus heel gericht kiezen, welke doelen hebben we dan wel en wat willen we, wat doen we dan? Uiteraard moet je in deze bucket ook even stilstaan bij wat zijn nou je belangrijkste risico's. Nou, daar zijn externe rapporten heel goed voor. Uiteraard kan je ook mogelijk worden de interne analyses gedaan. En dan het derde bucket die hier ook, die vraag die je echt moet stellen is, welke informatieveiligheid doelen? He, dus breder dan alleen awareness zijn er nou. En het interessante hierbij is vaak, dan wordt er gezegd, oh, oké, vanuit awareness laten we iets doen met wachtwoorden. Wachtwoorden is superbelangrijk. En dan vragen 2 seconden door over wat voor programma's lopen er nou breder binnen informatieveiligheid. En dan blijkt MFA uitgerold te worden in de hele organisatie. Dan zeg ik, nou weet je, dan laten we dan vooral focussen op MFA. En dan terloops ook benoemen dat wachtwoordzinnen belangrijk zijn. Zowel omdat je dan 2 sleutels hebt en de deur op slot doet. Maar laten we vooral ook zorgen dat we pas praten over wachtwoordzinnen. Als je bijvoorbeeld ook de middelen op zijn plaats hebt. Dus dat betekent, je kan heel vaak over een bepaald onderwerp roepen. Bijvoorbeeld wachtwoordzinnen. Maar als je geen wachtwoordkluis aanbiedt, dan raken uiteindelijk de eindgebruikers gefrustreerd. Dus de vraag is vooral even, welke bredere doelen hebben we op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? Waar we het programma aan kunnen ophangen. Want dat zorgt daarna voor een geïntegreerd programma. En dat zorgt ook dat de collega's die met al die andere processen bezig zijn, waar heel veel in gecommuniceerd gaat worden, dat eigenlijk kunnen ophangen en dat kunnen gebruiken en vanuit het programma dat kunnen communiceren. Nou, uiteraard moet je dan nog achterom kijken van, hey, hoe effectief zijn onze campagnes die we afgelopen jaar gedaan hebben. En dan komen we eigenlijk pas in de awareness-laag wat mij betreft, wat onze betreft. En dus hoe effectief zijn nou de kanalen die we afgelopen jaar gebruikt hebben? Welk gedrag hebben we daarmee weten te beïnvloeden? En moeten we komend jaar daar weer tijd en energie in stoppen? En dan eigenlijk het laatste in deze bucket, dan gaan wij kijken naar persona's, doelgroepen. Persona's is een chic woord voor eigenlijk een samenvatting, een soort versimpelde weerspiegeling van een groep collega's in je organisatie. En belangrijk hierbij is om te zeggen dat een doel of een persona in een doelgroep is wat ons betreft geen afdeling. Want een hele in een afdeling heb je verschillende niveaus zitten. Je hebt daar een leidinggevende. Nou, ik ga dadelijk wat meer dieper op in op wat voor persona's en doelgroepen je nou hebt. Maar een hele afdeling is wat ons betreft vaak niet een doelgroep. Want dat zou betekenen dat je straks 25 doelgroepen hebt. En dat gaat in onze praktijk, geloven we dat niet gaat werken. En er zijn maar weinig CISO's die zoveel resources hebben dat ze 25 awareness-programma's kunnen draaien. Maar je wil wel kijken naar die persona's. En dan, mijn advies is altijd, of ons advies is altijd, kies er 4 of 5 en ga daarmee aan de slag. En dan wil je natuurlijk weten, waar staan die mensen? Dus hoe goed doen zij dat op al die dingen? En daar heb je hele mooie gedragsmeetinstrumenten voor. Wij bieden er ook eentje vandaan, daar kom ik later wat meer op terug. Maar je wil in ieder geval weten, waar staan die mensen? En de reden waarom dat superbelangrijk is, is wat wij vaak zien is dat er een e-learning de organisatie ingerold wordt. Dan zagen we, deze vraag vonden mensen moeilijk. Het gaat vaak over kennis en niet over gedrag. En dan zeggen we, pakken we dit kennisvraagstuk vast en dan gaan we op basis van dat kennisvraagstuk gaan we door. En dan zeggen we, laten we daar volgend jaar nog meer kennis op naar binnen duwen. Terwijl je eigenlijk wil weten, welk gedrag laten mensen nou zien, zodat we daar op specifiek daarop kunnen bepalen welke leerdoelen willen we nou eigenlijk. En uiteraard waar sta je nu? Het gaat niet alleen om gedrag, maar het gaat ook om cultuur. Dus cultuur, durven onze collega's te melden. Durven onze collega's hun leidinggevende aan te spreken als ze een document doorgestuurd hebben en in de mailtrail staat veel te veel persoonsgegevens die zij of zij niet nodig hebben. Kortom, hebben we een cultuur waarin dat soort zaken kunnen. Dus dat wil je weten in waar sta je nu. Dan gaan we een stukje vooruit kijken. En wat ons betreft is dat al best wel veel verder weg. Dus dan heb je die persona's, die doelgroepen heb je gedefinieerd. En dan wil je gaan kijken per doelgroep 3 en 5 jaar in de toekomst. En dat is vrij hoog over, maar dat gaat wel over welk doel willen we met die personen bereiken. En dat verschilt nogal, want dat is anders voor een leidinggevende dan voor een ambassadeur. Of voor voor een reguliere medewerker of iemand die met extra recht heeft in systemen en daardoor een veel hoger risico loopt.
die wil je andere dingen leren. En die leidinggevende wil je misschien wel dat hij die ambassadeur ondersteunt. Dus dan gaat het niet eens meer om het eigen gedrag van die leidinggevende, wat hij laat zien, het voorbeeldgedrag. Dan gaat het ook over, hey, wat is belangrijk vanuit mijn rol als leidinggevende en hoe zorg ik nou dat die awareness daar uiteindelijk geborgd en gedragen wordt en ook en dat collega's daar productief aan meedoen. En dat gesprek gestart wordt. Dus 53, dus doelen voor per persona voor 3 tot 5 jaar. Dan kom je terug op eigenlijk doelen voor komend jaar per persona. Nou, dan adviseren wij altijd, kies er nou maar eens 4. En probeer die 4 dan ook echt te halen. Hè? Want het is heel makkelijk om 10 doelen op te stellen. En we gaan dit doen aan, ze moeten phishing herkennen, ze moeten het melden. En ze moeten weten dat ze thuis niet mogen printen en het ook niet weg mogen gooien. En ze mogen, nou ja, voordat we het weten hebben we 25 onderwerpen die we allemaal heel belangrijk vinden. En het ingewikkelde hierbij is dus prioriteren. Nou ja, dat kan je dus alleen maar doen als je van tevoren gemeten hebt. Want anders dan bied je dus weer een programma aan wat niet aansluit bij de behoeften van die specifieke doelgroep. Dus dan heb je uiteindelijk 4 doelen voor komend jaar geselecteerd. Nou, die moet je dan meetbaar maken, daar horen KPI's bij. Als je geen KPI bent, weet je aan het eind van het jaar niet of je het gehaald hebt of je het moet herhalen. En daarna komt wat ons betreft de visie op leren. En dat doe je ook per persoon. En ik zal dadelijk een voorbeeldje laten zien wat we hiermee bedoelen. Maar het belangrijkste hierbij is dat mensen nadenken. Dat je nadenkt dat een leidinggevende wellicht wel heel anders wil leren dan bijvoorbeeld een ambassadeur. Een ambassadeur, weten we van, die vindt het tof om collectief te leren. Die willen graag met andere mensen die ook achter jouw computer kruipen als jij vergeet je computer te lokken en dan een mailtje rondsturen. Koen trakteert op taart morgen. Weet je, die mensen die wil je bij elkaar brengen, want die willen graag ervaringen delen over hoe werkt dat nou en hoe kan je nou dat op een positieve en een leuke manier die cultuur op mijn afdeling creëren. Dus die mensen wil je collectief bij elkaar brengen. Maar leidinggevenden, die zijn vaak zo druk, dan denken ze, oh, komt er weer zo'n sessie aan. En als het dan moet, dan hebben ze weer andere voorkeuren. De leidinggevende moet je helemaal niet gaan zitten zenden. Die willen veel meer de interactie. Dus die vinden het veel toffer om stellingen en op die manier uitgedaagd te worden. Dus eigenlijk elke doelgroep heeft voorkeuren van leren. Nou ja, die wil je eigenlijk meenemen voordat je kiest welke interventies je gaat doen. En dan de laatste stap is uiteindelijk de strategie. En dat is dan echt de blauwdruk van komend jaar. Dus hoe kom je daar nou echt? Nou, en daar hebben wij een tabel voor. En die zal ik dadelijk ook als voorbeeld laten zien. En die tabel die kan je dan aan de hand van die doelen in gaan vullen. En dan wordt het uiteindelijk een platte PowerPoint met 4 slides of 5 slides per persona. Dit gaan we doen. Maar het wordt in één keer wel een samenhangend verhaal. Want we zijn gestart bij de situatie waar staan we nu. Met de uitdagingen, met de risico's, met de kansen. En dan hebben we gekeken, waar willen we op de lange termijn nou heen? Welk gedrag willen we op de lange termijn beïnvloeden? Op de korte termijn, hoe willen deze mensen leren? En daarna komen we heel concreet tot de interventies die we gaan doen. Dus, en om dat dan dus inderdaad terug te staan. Dus als mensen mij direct vragen, Koen, heb je nog een paar leuke interventies? Dan zou mijn vraag altijd moeten zijn, oké, welk gedrag wil je nou beïnvloeden? Wat wil je nou doen, zodat we dat uiteindelijk kunnen bereiken? Ik had het net over die doelgroepen. Ik wil heel kort even jullie inspireren om na te gaan denken vanuit doelgroepen in plaats van vanuit afdelingen. Dus one size fits no one. Dus 1 strategie voor de hele organisatie gaat niet werken. Daar voelt niemand zich gehoord. Voelt niemand zich denkt, hey, dit is voor mij. Maar hoe ver kan je dan wel gaan? Nou ja, wij adviseren daarbij, pak 4 of maximaal, ik zet hem er even bij, 5 doelgroepen. En dit is wat wij herkennen waar de meeste organisaties heel goed op te mappen zijn. Nou, dan heb je natuurlijk de unit, dus dat is de gemiddelde medewerker. Dat zijn ook nieuwe medewerkers die je heel snel naar een bepaald niveau wil brengen. En waarbij het belangrijk is dat basisgedrag in orde is. En daar wil je langzaam mee gaan werken aan cultuur. Dus het elkaar aanspreken, elkaar supporten. Die leidinggevende, die wil je dat die qua kennis een stapje verder staat. En die is vooral belangrijk dat die gemiddelde medewerker in ieder geval niet afremt. Dat hij het voorbeeldgedrag geeft. Nou, hier zitten dus eigenlijk achter elk van die personen zit een heel aantal gedragingen die je zou verwachten dat ze doen. Eva, dat noemen wij de intrinsieke ambassadeur. Dus dat is niet Josta, bij deze ben jij ambassadeur. En moet jij volledig intrinsiek gemotiveerd al je collega's gaan adviseren en daarbij gaan begeleiden. Maar er zijn op elke afdeling wat ons betreft altijd mensen die zelf al intrinsiek gemotiveerd zijn. Nou, die mensen wil je bij elkaar trekken. Dat zijn niet per se de experts, want dat zijn de BART's. Dat zijn de risicomedewerkers. En daarin zitten eigenlijk vaak de mensen die meer rechten hebben in systemen, die misschien wel facturen kunnen overboeken, die überhaupt gevraagd worden voor de
meer gevoelige casussen. Dus als je het hebt over bijvoorbeeld het sociaal domein, dat zijn de mensen die altijd de hele zware casus krijgen, waarbij iedereen weet hoe dat ligt. Privacy-technisch ligt dat altijd wel lastig. Dat zijn de BART's van deze wereld. En die mensen die wil je dus ook, hè, daar wil je weer een ander programma op aanbieden, want dat zijn de echte experts en die moeten de rest van die afdeling mee vooruit trekken. Nou, voor de mensen die ons al wat langer kennen, we hebben vrij recentelijk een publicatie gedaan over de achterblijver, een nieuwe doelgroep. En dat zijn in ons geval de Marjans en Vincent. En dat zijn zowel oude mensen die denken, nou jongens, over 3 jaar mag ik met pensioen, ik heb geen zin meer. Maar er zitten ook jonge mensen bij die bijvoorbeeld gefrustreerd zijn, omdat die ooit iets gerapporteerd hebben en er wordt niks mee gedaan. Of die hebben ooit gesuggereerd, hey, waarom hebben wij nou niet een fantastische wachtwoordkluis? Maar die zijn gewoon kapot genegeerd. En die mensen die zitten in de weerstand. Maar onze ervaring leert wel, en dat kunnen we ook wel meten, is dat ongeveer 15-20% van de organisatie in die laatste bucket zit. En daar moet je wel wat mee. En die ga je niet gemotiveerd krijgen met de programma's wat je aanbiedt voor de gemiddelde medewerker. Dus ga nadenken vanuit die doelgroep en dan zul je zien dat je eigenlijk in elke afdeling deze personen tegenkomt. En dan ga je dus eigenlijk over afdelingen heen een programma inrichten. Nou, heel snel, hoe ziet dat er dan uit? Die awareness-strategie met die verschillende stappen en al die vragen die we dan stellen. Dan kom je tot een meting en ga je die personen uitwerken. Hè? Dus welk gedrag gaat er goed? Wat is veilig? Waar kunnen we nog aan werken? En dat is echt onderbouwd met, zo sta je ervoor. Hè? Dus dat link je dan terug aan zo'n meting. Dat betekent dat de Judith van deze wereld uitdaging heeft met A, B, C of D. En dan ga je doorpakken naar, maar wat kunnen we nou winnen met deze persoon? Maar ook, wat houdt deze persoon nou tegen om dat gedrag wel te laten zien? En daarna, daaronder, stellen we dan die doelen op en ook de voorkeur van die leerstijl. Ik heb daar nog een voorbeeldje, of in ieder geval een template wat we daarbij volgen. En dan pas kom je eigenlijk tot die aanpak per persoon. Dus ik heb je nu vandaag nog helaas niet laten zien al die funky materialen over hoe je dat gedrag kan laten zien. Tenminste, ik heb dat heel snel laten zien met ambassadeurstools en gamification en dergelijke. Maar het allerbelangrijkste wat ik je mee wil geven is dat je, dat is één van de instrumenten die je hier kan inzetten. Maar belangrijker is dat jullie zelf door die stappen gaan, zodat je uiteindelijk een strategie bouwt wat gedrag is en wat qua volwassenheid omhoog gaat, zodat je uiteindelijk structureel daarmee aan de slag gaat. Heel kort over onze, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van de barometer. Ik heb daar nog wat andere informatie daarover. We hebben een meetinstrument, het was vroeger een draak van een instrument, 80 vragen. Dat hebben onze data scientists terug weten te brengen naar 16 vragen. En daar hebben ze hele slimme analyses, factoranalyse op kunnen doen. Daarmee kunnen ze op basis van 1 vraag kunnen ze heel veel ander gedrag ook voorspellen. Nou, daar komt een heel mooi model uit die je over de hele organisatie kan toepassen, maar ook per doelgroep en ook per afdeling. Dus daar kan je allemaal doorsneden mee maken. En dan kan je ook vooral zien hoe goed doe jij ten opzichte van je eigen organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark. En de benchmark is dan vaak organisaties in je eigen branche. Je zal zien dat dit is lekkerder sturen dan hoeveel mensen hebben deelgenomen aan hele leuke spreker die ik in oktober heb ingehuurd. Wat ik overigens ook veel doe, maar dat zegt dus niet zoveel over het gedrag, want we willen naar dat gedrag toe. Of hoeveel mensen hebben mijn internetpost gelezen. Dit is een voorbeeld van zo'n persona template. En ik laat je dit zien, zodat je weet, als jullie hier aan gaan werken, dat je dit als voorbeeld kan pakken en dan zelf kan invullen voor je eigen organisatie. Welke frustraties, pijnen heeft die jullie nou? Waarom doet ze dit nou niet? En als jij jullie communicatiecollega's of je marketing, als je niet, ik weet niet in hoeverre jullie, ja, soms hebben jullie misschien ook wel interne marketing, maar vaak natuurlijk interne communicatie, die snappen dit. Die zijn helemaal thuis in personas en in doelgroepen. En die hebben waarschijnlijk zelfs al wel personas op de plank liggen vanuit groeivisies en dat soort zaken. Vanuit HR weten ze dit zeker ook. Als je die complementeert met informatieveiliging en privacy, dan krijg je echt een heel mooi verhaal. En een verhaal wat helemaal staat, wat ook iedereen in de organisatie zal herkennen. Want als je op die frustraties en pijn en die motivaties en winst woordelijk daarna weet in te spreken, dan landt je programma ook in één keer ergens bij mensen die zeggen, nee, maar dit is voor mij. In plaats van, oh, daar komen ze weer aan met een programma wat niet voor mij is. Doelen, 3-5 jaar schrijf je dan op, doelen voor aankomend jaar. En ik had het net over die voorkeurstijlen. En dan gaat het over, gaan we roepen dat je dit vooral moet doen van de AVG en de bio, of gaan we vooral communiceren dat het belangrijk is voor de weerbaarheid van de organisatie? He, omdat we met veel gegevens van inwoners en burgers omgaan. Heeft deze persona, dus niet ik als CISO, voorkeur voor video of tekst, maar heeft deze persona, wat zou deze persoon willen?
Wil die graag ad hoc leren, doorlopend? Moet het verplicht of op basis van intrinsieke motivatie zijn? Moet het allebei zijn? Dan zetten we het in het midden. Moet het cognitief zijn of meer experimenteren en escape rooms? En een escape room is ook weer een fantastisch middel, maar dan moeten wel je doelen daarmee behaald worden. He, dus een standaard interventie, die werkt dus 9 van de 10 keer niet om je doelen te behalen, tenzij je doel is algemene bewustzijn dat het, ik wil even wat confetti in de lucht gooien. Dan werkt het wel weer heel goed. Maar dan moet je het dus heel gericht inzetten. Nou, gaan we voor generieke voorbeelden, noem het allemaal maar op. Gaan we voor individueel als groep, minimale inspanning of beste resultaat. En dit dwingt je na te denken over van wat is nou uiteindelijk echt een interventie die bij mij past, of bij deze doelgroep past. En dan kom je daarna tot een tabel zoals dit. En het lijkt vrij simpel, maar de praktijk is dat we het in de, vaak niet zo tegenkomen. Dan zeggen we, nou, komt een organisatie bij ons en zegt, dit is onze awareness-strategie. En dat is eigenlijk een lijstje met interventies. Maar die zijn dus dan niet gekoppeld aan verschillende doelen voor die persoon. We weten ook nog niet hoe we het gaan meten. Nou, dus eigenlijk op deze manier vul je dan je type interventies in. Dus ik, als voorbeeld de escape room. Dat betekent dat we deze 5 onderwerpen erin willen hebben. Want dat weten we, omdat we dat eerder gemeten hebben. Dat mapt zo op die doelen, ja of nee. Nou, welke kanalen gaan we dan inzetten? Moet het fysiek, moet dat virtueel? Moet dat via ons e-learning platform? Of op wat voor manier gaan we die mensen bereiken? Hoe vaak gaan we dat doen, de tijdbesteding? En is er nog een differentiatie? En dit gaat over, omdat ja, we doen het over de afdeling heen. Maar wat betekent dat dan? Moeten we nog een differentiatie doen voor bepaalde groepen? Nou ja, sommige organisaties doen dit zo grondig. Hè? Die gaan door dit hele traject en die nemen er echt een paar weken voor. Onze ervaring is dat als je redelijk weet waar sta je nu, dan kan je in een middagsessie van 3 tot 4 uur hier doorheen komen. Als je jezelf een beetje hebt voorbereid. Dus dan weet je een beetje van waar moet je nou aan denken. Want het klinkt een heel groot verhaal. Nou, dat kan je er ook van maken. De gemeente Rotterdam die neemt letterlijk 3, 4, 5 weken om met allemaal verschillende stakeholders. Hè, die hebben ook 20.000 medewerkers bijna, of volgens mij 17.000, 18.000 medewerkers. Dat is een ander traject dan voor heel veel andere organisaties. Onze ervaring leert dat je altijd met een sessie, ook voor als je wel heel groot bent, dan moet je denken aan ongeveer een sessie van 3 tot max 4 met de juiste stakeholders. Dan kom je echt, dan kan je echt een heel robuust systeem hebben staan. Dat is het eerste jaar. In het tweede jaar kijk je dan, hey, welk deel is er nou veranderd en wat willen we nou nog aanpassen. Heel kort nog even over meten, omdat dat toch wel super belangrijk is. De cyberbarometer 2.0, dat is het model wat wij gebruiken om te meten. En dat zetten we ook jaarlijks in bij al onze opdrachtgevers. Omdat dat eigenlijk voor onze spiegel is, hebben we het juiste gedrag en de cultuur weten te veranderen. Nou ja, dat doen we natuurlijk ter onderbouw van het awareness-programma. Je meet je effectiviteit over de tijd. Dus wij kijken ook veel minder naar... wat was de deelname van deze specifieke interventie? Omdat we weten, we kijken naar een totaal programma en we willen bepaald gedrag veranderen. En daar moet ook echt dat metertje gaan verschuiven. En anders dan moeten wij echt terug naar de tekentafel. Benchmarken, hoe goed draaien wij als organisatie ten opzichte van andere organisaties? Nou, dan kijken we dus naar verschillende doelgroepen. Dus niet alleen, uiteraard kijken we naar afdelingen. Want dat vindt elke afdelingsmanager fijn. En teams, maar we kijken zeker ook naar die verschillende doelgroepen. Dus hoe heeft die doelgroep dat nou gedaan? Klopt dat ten opzichte van de benchmark? Wat wel aardig is om mee te geven, het is dus een adaptief meetinstrument. Dus de 3 tot 4 minuten en het bestaat uit 16 basisvragen. En uiteraard krijg je daar een heel aantal dashboards uit voor bestuurders, teamleiders. Maar zeker ook voor jullie als experts, zodat je daarmee kan sturen binnen je programma. En het heeft een volledige wetenschappelijke basis. En ik kan alle universiteiten noemen waar wij heel graag mee samenwerken om dit instrument continu te verbeteren. Maar dat is een beetje overdreven. Wat wel leuk is nog om te vertellen is, we hebben een light variant en die bieden we aan voor iedereen die hier vandaag is om die gratis in te zetten. En daarmee krijg je dus wel het instrument. Een deel van de onderbouwing moet je dan zelf mee aan de slag. Dus het is meer, ja, het geeft onderbouwing, maar dat is wel do-it-yourself. Normaal draaien we er natuurlijk daarna de strategieworkshop overheen. In dit geval zou je het zelf moeten doen. De link staat, even kijken, hebben we die? Staat die? Die link was natuurlijk super slim geweest als die hier had staan. Maar als je zoekt op Cyberbarometer Lite, L-I-T-E, dan in Google, dan komt die zeker boven. En op brooklynpartners.com weet ik vrij zeker dat je hem onderaan, of bovenaan staat co-creatie oplossing. En dan ga je hem ook gevonden krijgen. Koen, we kunnen hem in de terugkoppelmail meegeven. Oh, ja, super. Nee, dat is heel goed. Ja. Dankjewel, Josta. Afsluitende tips, ook bewust van de tijd. Maak de huidige situatie meetbaar.
en borg je awareness in je organisatie. Dus daar heb ik het net al kort even over gehad. Maar je merkt dat alles aan je budgetten en draagvlak bij je managementteam, als je awareness weet op te hangen aan de organisatievisie, de doelen waar de gemeente voor staat, of welke organisatie je dan ook voor bent. En dat klinkt soms een beetje gemaakt, maar het werkt absoluut. En het zorgt uiteindelijk ook voor je medewerkers en collega's dat het niet meer is een apart silo, we moeten iets doen in informatiebeveiliging en privacy, maar hey, we werken aan die organisatie waar we met z'n allen voor staan, en daar draagt dit awareness ook daadwerkelijk aan bij. Tweede is, bepaal die lange termijn leerdoelen en werk vanuit leervoorkeur voor die doelgroepen. Maak alsjeblieft geen one size fits no one. Stap daar alsjeblieft vanaf en neem dat in ieder geval mee. Het derde, kies interventies op basis van die leerdoelen. Dus ondanks dat je heel erg enthousiast bent over iets wat je al hebt of wat je ergens elders gezien hebt, begin alsjeblieft met die leerdoelen en kijk dan, is dit echt het beste wat we doen? Of vind ik dit gewoon als CISO heel erg leuk? En dat is niet erg om één keer per jaar te doen in je security maand. En dan doe je een inlooptest met Koen en dat is hartstikke lachen. En dan geven we een workshop over social engineering en dan hacken we de collega's in de zaal. En dat is fantastisch. Maar als het niet bijdraagt aan je doelen, dan ben daar dan ook gewoon eerlijk over naar jezelf. En dat wil niet zeggen dat we geen leuke dingen kunnen doen, want je zal zien dat je doelgroepen ook echt wel leuke dingen willen doen. Maar denk daar dan, kies dat dan in ieder geval heel erg bewust. En als laatste punt, zorg dat de juiste collega's betrokken zijn voor het draagvlak. En dat, ook dat klinkt weer heel erg makkelijk, maar we zien toch heel vaak dat bijvoorbeeld de CISO een programma heeft gedraaid en dan draaien ze om en dan zegt het privacy team, zegt ja, maar wij draaien een heel ander awareness programma. Of wij zijn hier niet in meegenomen. Of we zijn wel meegenomen, maar je wil eigenlijk dat de juiste mensen hier al bij betrokken zijn. En dat zorgt voor enthousiasme en buy-in uiteindelijk als je het programma gaat uitrollen. En als ik een tip mag geven, is ga daar zelf als expert aan tafel zitten en probeer niet die sessies te begeleiden. Want dan lijkt het alsof jij een heel andere rol hebt tijdens die strategie-sessies. Want als je zelf dus aanschuift als expert vanuit securityhoek en je laat iemand anders de sessies faciliteren, met een van je collega's van bijvoorbeeld communicatie of een ander team zijn, dan is jouw inbreng wordt anders gewaardeerd. Dan lijkt het minder alsof je je eigen agenda aan het pushen bent. Ik wil jullie danken voor jullie aandacht. Dankjewel, Koen. Hey, super verhaal. Ik moet ook zeggen dat geen spel tussen te krijgen zo ongeveer. Merk ik ook aan het aantal reacties. Ik vond wel een van de reacties ook wel interessant. Want je hebt daar ook iets verteld over de psychologische methodieken die eronder liggen. Maar je ziet dus juist heel vaak van, ja, wat gaat werken. Wat zou de combinatie zijn tussen aan de ene kant de psychologie, gewoon de theorie daarin. En welke tooling daarbij hoort. Je hebt daar iets over verteld in het kader van de personas, maar zou je daar nog iets meer duiding aan kunnen geven? Ja, die vraag. De ideale mix, zeg maar. Kijk, als we de banken gaan volgen, dan, ik bedoel, en wij hebben al psychologen in dienst, maar dan ga je uiteindelijk straks allemaal 2 of 3 gedragswetenschappers in jouw awareness team hebben zitten. En wij werken veel voor de financiële sector. En ja, die hebben echt allemaal wel hele zware, die zitten dus niet alleen maar, dat zijn ja, security en privacy experts, maar die weten, die zitten daar. Dus daar gaat het 100% naartoe. En ik zit even denken met tools ter ondersteuning. Ik ga even vanuit dat de tools ter ondersteuning is, hoe werken we veilig? Hè? Dus dan gaat het over, heb je een alternatief voor WeTransfer, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus welke tools ter ondersteuning? Volgens mij gaan die twee dingen hand in hand. En als je we zien een aantal echt hele toffe voorbeelden voorbij komen waarbij we de CISO, en daarom is het ook belangrijk dat als CISO zowel naar awareness, maar niet los van de techniek kijkt, hè, dus los van die tools te ondersteunen. Want ik ga er nu even vanuit dat dit eindgebruiker tools zijn die jullie hierbij benoemen. Van hoe doe je die mix? Ja, weet je, eerlijk is eerlijk, volgens mij gaat er nog geen 5% tot 10% van het budget op dit moment naar awareness. En de rest gaat allemaal naar tools en techniek. Dus als we heel eerlijk zijn, is dat absoluut niet 50-50. En dat is ook niet nodig, moet ik heel eerlijk zeggen. Weet je, dus dat slaat ook helemaal nergens op. Sans heeft daar wel een aantal mooie metrieken voor, die ik niet helemaal uit mijn hoofd weet. Maar volgens mij, weet je, het is vooral belangrijk dat je aandacht focust op die allebei. En wij kunnen een meetinstrument inzetten. En als jij
aan de techniek niks hebt gedaan, dan zien wij dat terug in de resultaten, in de frustraties van mensen die alweer veilig willen werken, maar dat niet kunnen. Precies. Beantwoord dat de vraag? Of ben je nu nog meer... Ik denk dat ik nog wel even, misschien even een tandje dieper, want je hebt ook wat dingen verteld over, je hebt zelfs letterlijk gezegd, hoeveel van de bestuurders zeggen ja tegen een programma in het kader van awareness, van hun activiteiten voor het komende jaar. Ja, daar gaat dat is natuurlijk de kern van de zaak. Hè? Want we zitten hier dan vooral met de professionals ook aan tafel. Die allemaal denken van ja, maar we zien wat er op ons afkomt. En jongens, we moeten zoveel doen. Maar hoe krijgen we nou degene die met de zak met geld klaar staat, ook in de stand van het is niet alleen mijn feestje, maar het is ook vooral jouw feestje. Dat combinaties heb je dan. Dus dat is een stukje gedrags. Beïnvloeding, zal maar zeggen. Versus ook, en wat ligt er dan onder? Want wat ik ook mooi vond is, ja, we schieten heel gauw in, ik zal maar zeggen, de doelstand. En niet in de nadenkstand. Dus iedereen roept, nou, doe maar een escape room, dan zijn we weer klaar. En daar zit denk ik vooral de crux. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, weet je, kijk, en dat sluit ook aan bij de vraag van Jeroen die ik nu... van Maurice die ik nu net voorbij zie komen. Is de bestuurder een aparte persona? Hè? En wat betekent dat dan inderdaad? Hey, weet je, dus volgens mij de basis begint met... Ga alvast eens nadenken over de persona, leidinggevende, middelmanagement. Hoeveel awareness-programma's focussen zich nou serieus op middelmanagement? En wat betekent dat nou om dat mee te krijgen? Hoe zorgen we nou dat, zoals Frans Hurt van de gemeente Haarlem zo mooi zegt, als het maar niet van het lijstje met bijzaken naar het lijstje met hoofdzaken verschuift. Hij is daar altijd heel beeldend in als hij dat vertelt. En dat is, ja, hoe doe je dat? Dat is uiteindelijk zorgen dat die mensen de juiste, dat de teams de juiste middelen hebben, dat zij de juiste rapportage krijgen, dat ze weten dat ze ook serieus genomen worden. Als wij een e-learning van 2 uur uitrollen in een organisatie, op een afdeling, waarbij die leidinggevende al denkt, dit sluit niet aan, dit zijn wij niet. Ja, dan gaat hij dat nooit, zijn team, dan zegt hij, oké, nou heel gauw doorklikken allemaal, hier heb je een stroopwafel als je het onder de 5 minuten doet. Weet je, dus waar het om gaat... Als je een 100% score hebt, ja. Ja, nee, precies, dus waar het om gaat is dat je je doelgroep heel serieus neemt en je meet dus ook niet zozeer voor de compliance, maar je meet zodat je je risico's afdekt en zodat je de tijd van de organisatie niet verspilt aan dingen die niet nodig zijn. En dat, we hebben tijd mee als we het hebben over de bestuurder. Want de bestuurder die voelt nu wel, shit, het is wel mijn hoofd op het hakblok straks als het misgaat. Maar die stelt wel, de discussies vaak, waar ligt die bestuurder nou echt wakker van? En dan de vraag om stellen, hoe weet je dat jij als CISO weet te vertellen waar jij wakker van ligt? Want die bestuurder die ligt niet wakker van techniek, die ligt vooral wakker van business, om het zo maar te zeggen, hè? En bedrijfsvoering en dergelijke. En dat gesprek met elkaar aangaan, ook daarvoor hebben we fantastische interventies voor, waarbij, dat noemen we de achterkant van het gelijk, en dan kan je bestuurders dilemma's opzetten, waardoor ze uiteindelijk echt buikpijn krijgen in die sessie en denken, oh, we moeten hier wat mee. Maar het belangrijkste bij zo'n interventie daarna is, wat is het handelingsperspectief daarna voor de leidinggevende of voor de bestuurder? En als je dat niet meegeeft, maar ze alleen maar bang maakt en een rapport geeft met allemaal rood, ja, dan gaan ze niks doen. Dan zeggen ze wel hier, dan geven ze ook geen zak met geld. Terwijl als jij ze zegt, nou, ik heb eigenlijk een heel mooi plan voor 3-5 jaar staan. Dat betekent, we zijn niet naïef, het gedrag van onze collega's gaan we van phishing niet terug naar nul krijgen, maar we kunnen het meldpercentage wel omhoog krijgen. Nou, dat meten we ook. En weet je, dan heb je in één keer een heel andere discussie met zo'n bestuurder, in plaats van dat je bang aan het maken bent en alleen maar rode cijfers rapporteert. Want dan geef je een handelingsperspectief. Want volgens mij is dat belangrijk. En dat kan je in die leerdoelen zetten. En ik vind het wel mooi hoor, Maurice, de persona bestuurder. Het is dan waarschijnlijk wel heel confronterend, want vaak gaat het over een grotere doelgroep die je reflecteert. In dit geval zou je ook gewoon die 5-6 koppen op de site kunnen zetten. Maar ik vind het wel mooi. Ja. En misschien wel ook daar nog op aansluitend, want je hebt in het begin ook iets verteld over waar we momenteel erg op sturen is op, ik noem dat maar even, platte cijfers. Dus 100% van alle medewerkers hebben een e-learning gevolgd. En daar wordt bijvoorbeeld niet eens aan vastgesteld of je al een vraag goed beantwoord hebt of iets dergelijks. Maar dat zijn platte cijfers terwijl je eigenlijk juist wil kijken. En wat is dan het effect? Hoe ga je juist... want laten we ook eerlijk zijn, we gaan heel snel door naar de orde van de dag. En dat is niet alleen voor ons, maar dat is voor ongeveer
nou ja, iedereen. Van, oh, nou, we hebben een jaar, het zit in mijn hoofd. En hoe ga je dan die vervolgstap maken? Van, hoe meet je de effectiviteit van zo'n strategie en de interventies die je daarop meet? Want dat, ik denk dat dat de kern van de zaak is. Op het moment dat je een bestuurder mee wil nemen in, en hier doen we het voor. Ja. Nou ja, dat is, ja, het is een beetje preken voor eigen parochie. Ik kom toch weer terug op dat evangelist van eerder, Jos, waar je aan refereerde. Is kies een meetmodel waarvan je weet dat die waar al het sociaal wenselijk gedrag uitgevuld is. Introduceer dus de juiste KPI's waarmee je het gesprek aan kan gaan met je directie. En wij komen het vaak tegen, nou ja, effectiviteit is inderdaad hoeveel mensen hebben iets gelezen of hoeveel mensen hebben iets afgerond of... eentje waar ik dol ben en waar ik altijd wat mensen voor de scheen schop is, hoeveel mensen hebben er geklikt op een phishing test? En ik zeg altijd, geeft vooral een cijfer voor mij als ethical hacker aan. Hoe complex heb ik hem gemaakt? Dat zegt niet zoveel over het gedrag van de medewerkers, want dat is anders op dinsdagochtend dan vrijdagmiddag. Kortom, meet de klikpercentages zijn niet zo belangrijk. Als je dan iets wil meten, dan heb je het dan over hoeveel mensen hebben dan meegedaan aan bijvoorbeeld een meldcompetitie. En hebben dus uiteindelijk de weg naar service desk gevonden met phishing mail. Als je nul studenten hebt, ben je daar goed bezig? Nee, dat absoluut niet. Hè. Dan heb je, ik zie Jeroen hier een opmerking maken. Dat noemen we de ijsberg. Hè. Die moet eerst boven. Dus hoe meer aandacht we geven aan datalekken en incidenten, hoe meer datalekken en incidenten er lijken te zijn. Maar dat is niet zo. Die waren er altijd zo. Alleen die worden dan in één keer gemeld. Maar even terug naar jouw punt, Jossa, is ik zou zeggen, kies een meetinstrument en wij hebben bij binnen Brooklyn Partners, noemen we de barometer, en die hebben we daarmee meet je objectief en vragen objectief, dus het gedrag uit. En dat valideren we daarna in de organisatie. Daarmee kan je echt hard zeggen, nou, we staan hier en we zijn nu daarheen gegaan collectief. En zoek een instrument wat bij je past, waar je vertrouwen in hebt en waarmee je het gesprek met je directie aan kan. Met de leidinggevende aan kan dat niet te complex is met allemaal hele ingewikkelde termen, maar dat het een beetje vriendelijk is. En begin dan gewoon met meten. Dan kan je na een tijdje zeggen, weet je, het model past wel of niet bij ons. Wij zien in ieder geval bij onze klanten allemaal dat ze minder kijken naar hoeveel mensen hebben meegedaan, maar dat ze veel meer kijken naar wat is nou, hoe hebben we dat nou één keer per jaar wanneer we die termometerprint stoppen, hoe hebben we dat nou gedaan. Oké. Okay. Nou, ik vind ook een opmerking van Jeroen wel interessant over van, hè, de P&O'er betrekken bij het geheel. Omdat we natuurlijk ook, kijk, wij zitten hier denk ik met vooral mensen die met het vakgebied bezig zijn rondom informatiebeveiliging. Maar het betreft de hele organisatie. Dus ook dat is wel een interessante persona als een soort die als breekijzer zou kunnen dienen om hierin mee te gaan. Om mensen mee te nemen in wat het betekent. Ik bijvoorbeeld als wij sessies hebben met het managementteam, en dan eindigen we met dilemma-sessies en wat als. En dan zeggen we, oh ja, iedereen zegt, oh, dit is superbelangrijk, we moeten heel veel aandacht aan doen. En ja, we moeten allemaal awareness en gedrag doen. En dan zeg ik, dus we zeggen dat iedereen pas een laptop bij onze organisatie krijgt als ze het programma hebben doorvolgd. En dan schrikken ze in één keer en dan zeggen ze, oh, maar wacht even, dus dan kop je eigenlijk je P&O-processen in dienst, uit dienst aan gedrag en wat we dan minimaal belangrijk vinden. En dan is het in één keer heel erg ingewikkeld en complex. Ja, ik zou het fantastisch vinden. En ik zie ook organisaties die daarmee aan het spelen zijn. Die als een van de vragen aan het einde van het jaar bij beoordelingsgesprekken toevoegen. Wat heb je hier aan gedaan? Of wat vinden we hier wat vinden we belangrijk? En ik zie ook wel organisaties die bijvoorbeeld op leiderschapniveau hebben gelegd. Dus op teamleiderniveau. Dus wat heb jij dit jaar gedaan aan? En dan moet je wel de bestuurder nog opleiden om slimme vragen te stellen. Want dan zeggen ze vaak, nou, ik heb hier de barometer en nou, we hebben iets gedaan. En dan, dus je wil dan wel, dus dan moet je mensen wel over de hele keten opleiden. Van, nou, wat is dan een goede vraag die je als directie dan terugvraagt aan die teamleiders. Die dan zeggen, nou, we hebben dit eraan gedaan. En wat is dan goed of niet goed? Het betrekken van P&O, en daar moet je wel, nou ja, daar moet je wel slim mee zijn. En het inhaken op standaard processen vanuit P&O die er zijn voor trainingen. Ja, dat moet je natuurlijk altijd doen. Weet je, pakken wat je pakken kan, aansluiten ook. Het risico is wel dat zij zeggen, we hebben deze fantastische e-learning platform gekocht en je moet dit iedereen door zijn mond douwen. Daar zou ik wel een tegengas op durven geven. Ja, oké. Okay. Nou, misschien ook in dat kader, want Renier vraagt ook van, ja, hoe ga je dan om met ingehuurd personeel, waar we binnen de overheid natuurlijk ongelooflijk veel gebruik van maken.
Ja, is dat dan iets wat valt onder de gemiddelde medewerker? Of kan je die indeling die je eigenlijk zojuist hebt laten zien, daar eigenlijk ook op toepassen? Dat is afhankelijk van wat het type werk wat ze gaan doen. Als zij leidinggevende worden, dan vallen ze in die bucket. Ze zullen niet snel een ambassadeur zijn, want die kant zal je niet optrekken. Maar zijn zij vergelijkbaar met reguliere medewerkers, dan zou ik ze onder de gemiddelde medewerkers schalen die je versneld naar een bepaald niveau moet hebben. Dus je hebt een soort nieuw proces waarmee je mensen binnen 2-3 maanden wel naar een bepaald niveau wil helpen. En dan daarna zou ik zeggen, gaan ze mee de gemiddelde medewerker toe. Tenzij zij systeembeheerder zijn, extra toegangsrechten hebben, bij finance werken, facturen kunnen boeken. Dan zou je ze zeggen, dan zou ik ze in die andere doelgroep rondom de risicomedewerker plaatsen. Ja, klopt. Misschien daar nog even op aanvullen. Want ze hadden de mooie medewerker van de achterblijvers, zeg maar. En daar riep je bij dat 15-20% in deze container zit. Ik vond dat toch vrij veel. En dat volgens mij, even uit de psychologie gezien, de lastigste doelgroep om in beweging te krijgen. Ja, de late adapter in het Engels, de achterblijver. Ja, nee, dat is een fantastische doelgroep. En we hebben daar eerder dit jaar een hele toffe sessie over gehad met heel veel van onze opdrachtgevers. Die hebben we bij elkaar getrokken en een hele dag over na gaan denken. Ja, en er kwamen de gekste ideeën. Je moet ze lokken met kroketten. Want eigenlijk het idee is, je moet ze een keer binnenhalen. Binnenhengelen. En als ze eenmaal meedoen en ze dan vertellen waarom het belangrijk is, dan verleiden om mee te gaan in het reguliere programma. Maar wij kunnen aan het eind van het jaar natuurlijk precies zien wie doet er wel of niet mee met programma's. En dan, ja, dan kom je toch een beetje op die groep terecht. Waarbij het een combinatie is, niet alleen niet meedoen met het programma, maar ook gewoon, dat zijn ook gewoon de mensen die de nieuwe processen niet omarmen. Die om de ziffers van deze wereld heen gaan en toch op een andere manier doen. Het is een fascinerend. We hebben er een whitepaper over geschreven. Als je het leuk vindt, interessant vindt, kan je hem volgens mij, ik weet niet, ik denk dat hij ook op onze website staat te downloaden. En anders voeg me even toe op LinkedIn, dan stuur ik hem toe. Verleiden. Om mee te gaan doen en dan enthousiast te krijgen en dan uit die weerstand. En dan, nou ja, dan heb je het echt, dan worden onze psychologen helemaal gek. We kunnen hier nog uren over doorpraten, Jos. Ja, nou, dat denk ik ook. Sterker nog, ik kijk ondertussen even naar de tijd en ik zie ook nog best wel wat dingen over. Hè? Hoe ga je met de keten om? Wat betekent dat? Maar wellicht is het handig om die nog later in de backstage te beantwoorden. Maar in ook herkend, zeg maar, door iedereen wat je vertelt en ook de vragen die beantwoord worden. Dus daar reageren mensen op. Maar gezien de tijd zijn we eigenlijk alweer een uur verder, terwijl we nog lang niet uitgepraat zijn. In ieder geval in dit webinar. Dus Koen, ik wil je voor dit webinar hartstikke bedanken. Voor nu, dank je wel, Koen. En zeker graag tot de volgende keer, zou ik zeggen. Dank je wel, allemaal.